Tooske Ragas onthult, Thomas Berge ontploft naar lege zaal in Leeuwarden. Wat was er aan de hand? Vooraf straalde Thomas van enthousiasme, maar bij aankomst bleek de zaal akelig leeg. Zijn management wijst op een miscommunicatie met betrekking tot de promotie. Kaartjes gingen als warme broodjes, maar zonder vermelding van het tijdstip van Thomas optreden, bleven de feestgangers weg. Bachelor-kandidaten de goede, deelde haar ervaring op TikTok waarin ze onthulden dat slechts zes mensen aanwezig waren. Thomas, geconfronteerd met de realiteit, zou volgens getuigen boos zijn geworden, wat resulteerde in een ongemakkelijke situatie. De manager van Thomas bevestigt het verhaal, maar legt de schuld bij de misleidende promotie en wijst erop dat de meeste clubs pas laat op gang komen. Hoe dan ook, het eindresultaat was een teleurstellende avond voor zowel Thomas als de club.